In de laatste jaren is er een steeds grotere belangstelling ontstaan voor antieke stijlklokken, zoals de Engelse lantaarnklokjes. Met het gevolg dat veel klokkenmakers zich op de vervaardiging van nieuw antiek zijn gaan toeleggen. Zo worden er in Heerenveen momenteel in serie Friese stoeltjesklokken gemaakt. De machinerie daarvoor is weliswaar moderner geworden, maar nog altijd krijgt het ontsnappingsrad van het uurwerk een zaagvormige vertanding, net als vroeger. Het uurwerk, dat zo'n 120 onderdelen telt en dat geheel met de hand geassembleerd wordt, is in alle details een volledige kopie van de zeldzaam geworden oude Friese klokken. Dat geldt met name ook voor het slagwerk. Zo ontstaan hier met de regelmaat van een klok nieuwe uurwerken, geheel gemaakt volgens een twee eeuwen oude methode. Al deze Friese klokken zijn evenals vroeger geheel met de hand beschilderd. Ter versiering worden er vaak landschappen of folkloristische motieven op aangebracht. Naast staart- en stoeltjesklokken wordt ook het schippertje weer veel gemaakt. Een skutjesklok die bleef doorlopen als het schip scheef lag. De eerste Friese stoeltjesklokken hadden nog geen slagwerk, maar wel een wekker. Later kwam het slagwerk erbij. De nieuwe klokken hebben nu in ieder geval beide. De handwerkklokken uit Heerenveen die van antieke niet te onderscheiden zijn, kosten ongeveer de helft van de echte. Maar dat is gemiddeld nog altijd zo'n 1800 gulden.